Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, E-Tech, racehardware.com, VK Group en de Bosman Bedrijven. Welkom bij de volgende race van de Supercar Challenge 2010. We zijn in België op het circuit van Zolder aan het Albertkanaal. De Zolder Super Prix trekt altijd veel publiek naar het circuit. En het was dan ook bommetje vol op de paddock. Behalve de Supercar Challenge reed ook de Dutch GT4 onder andere. En dat betekende een buitenkansje voor diverse gastrijders. Waaronder Lisette Braams, de moeder van Max Braams, die we al eerder zagen in de Supercar Challenge. Lisette Braams en ik rijd normaal gesproken mee het Buranda Production Open. En vandaag heb ik een gastrace gereden in de Supercar Challenge, supersportklasse. Nou, mijn eerste race was eigenlijk hartstikke leuk. We hadden ontzettend mooi weer gisteren natuurlijk. Het was denk ik zo'n 33 graden. Nou, dan is het in het autootje natuurlijk ontzettend warm en ik had een bidonnetje bij me. Het was lang, want ik heb in mijn upje gereden. En uiteindelijk ben ik geëindigd als zesde plaats. Maar helemaal geweldig. Zaterdag mocht race-veteraan Jan Lammers het proberen. Henk van Vliet is al een aantal jaren gewoon een hele goede vriend. En die is een seriesponsor, heel actief. En, mooi mens, mooi bedrijf en heeft een prachtig team. Dus ja, ik kon een keertje inhaken. Ja, ik moest in één keer omschakelen van de Porsche naar die auto. Dus die eerste twee rondjes hebben al veel tijd verloren. Dus het is zomaar een keer instappen. Dus ik ben nog een beetje onwennig in de auto. Maar de competitie is heel stevig. Dus je ziet een beetje slechte pitstop en de eerste paar ronden dat ik te langzaam reed. En je valt gelijk van derde terug naar zevende. Dat is hoe competitief de serie is, dus mooi kampioenschap. Uit België de Vlaamse advocaat Pascal Nelissen Grade. Vandaag ben ik guest en ik kom genieten van het Hollandse kunst. Want het is wel een mooie organisatie, moet ik toegeven. We hebben een mooie puntentelling, waardoor dat iedereen zo'n beetje kan winnen. Er zijn vandaag 8 auto's die eigenlijk kunnen winnen. Er zijn 8 wedstrijden, 2 keer Francorchamps en dergelijke meer, Nürburgring. Een mooie plateau, 40 auto's, dat kennen wij niet in België. Normaal gesproken komt hij uit in het BRCC, maar die rijden vandaag in Spa-Francorchamps. En het is Martin Lanting en Bob Herber die met de BMW Z4 starten op pole position. Koen Bogaerts en Pieter van Zoelen starten vanaf de tweede plek. En dan is het licht uit en is Bob Herber op het gas met de BMW Z4. Derde plaats ook voor Peter Hoevenaars met de BMW 1-serie. Luc de Kok zit er goed bij met de Lotus 211 en pakt de derde plaats. We zijn aan boord bij Herbert-Jan van der Slik. Rijdt met ogenschijnlijk een BMW Z4, maar niets is minder waar. We hebben hier te maken met een silhouet die voorzien is van een Ford motor. Ondertussen Luc de Kok die alweer wat teruggevallen is na zijn afhankelijk goede start. En Leon Zapij in de problemen al in het begin van de race. Maar hij was niet de enige. Ja, het is nog steeds bijzonder glad op de baan. Het is net begonnen met regenen. Iedereen die stond op slicks of intermediates. Ja, en dan is het heel moeilijk om de auto in het juiste spoor te houden. Helmut-Jan van der Slik gaat hier naar de leiding met de silhouet. En dat is ten koste van Bob Herber. Problemen daar ook voor Rutgers die in de grindbak terecht is gekomen met de Lotus Exige. En zo gaan ze er hier en daar af. Problemen dan ook voor Bob Herber die de BMW met technische problemen aan de kant moet zetten. Helmut-Jan van der Slik ondertussen natuurlijk op de eerste plaats. Peter Hoevenaars krijgt nu de tweede plaats. We zijn in de Sport 2-klasse. En daar zijn we aan boord bij Nico Been. Been heeft een goede start gemaakt. Dat kunnen we niet zeggen van een van de Sprocs Racing Seat Leons. Dit is Koen Bogaerts. Die een poging doet om dichter bij de kop te komen. En dit is dan met nummer 325 een probleem voor de rijder uit België, Jonas de Krimpen.
Dan hebben we een lange safety car situatie. En dat is omdat Marcel van Rijswijk in de BMW er hard afgegaan is. Hij wordt zelfs even naar de medische post gebracht. En na een lange safety car situatie kunnen we eindelijk weer gaan racen. Helmut Jan van der Slik mag als eerste op het gas met de Silhouette. Op de tweede plaats Peter Hoevenaars. En op de derde plaats Koen Bogaerts in de BMW. Dan Ferry Monster, Peter Stoks. De auto van Brax Racing. En dan al Priscilla Speelman. En die doet het dus echt heel erg goed. Want ze kan zich meten met de supersport. Gaat hier zelfs voorbij Ferry Monster. Dat betekent dat ze niet alleen heel erg goed gaat, maar ook aan de leiding gaat van de S1. Luc de Kok tussen wat langzamere deelnemers. En dat zeg ik met alle respect, want Nico Bijn heeft de leiding genomen vanaf pole position in de Sport 2 klasse. En dat doet hij heel erg goed. Hij heeft een beetje geluk gehad dat Rob Niemann spinde in de eerste bocht. En die is daarna bezig met een inhaalrace. Peter Hoevenaars is ook aan het inhalen. We zagen even een klein foutje van Koen Bogaerts. Hoevenaars zat er bovenop. En Koen Bogaerts kan dan een paar bochten verder gelukkig zijn fout herstellen. We zijn aan boord bij Helmut Jan van der Slik. En hij gaat hier naar binnen. Pitstops zijn inmiddels bezig. Verplichte pitstop tussen de 25e en 35e minuut van de race. Ondertussen kunnen we gelukkig ook melden dat het weer redelijk goed gaat met Marcel van Rijswijk. Pitstops. En we praten met een aantal van de deelnemers. Iedereen moet ik zeggen, iedereen rijdt heel netjes. Kijken echt goed waar je kan inhalen, waar je niet kan inhalen. Dat is, gebeurt heel netjes allemaal, absoluut. The gears are strange, it's a problem. And I keep thinking, what is the problem with the gears? And Jimmy's on the radio, he says, what tires do you want? What tires do you want? And I'm thinking, no, where's the gears gone? And the car has an automatic system. And unfortunately the button is in automatic. Eventually I managed to switch back. And okay, we have gears, we're okay. Helmut Jan van der Slik heeft het stuur overgegeven aan Leo van Eijk van de Silhouette. En die nog steeds in lijn in de positie zou kunnen zijn. Waar het niet dat hij nu hier een heel klein beetje gehinderd werd door een binnenkomende Erik van der Munkhof. Ja, die is ook natuurlijk met zijn eigen race bezig. Hij is een heel klein beetje geagiteerd. Had hij beter niet kunnen doen. Koude banden natuurlijk. Gaat er hier af. Ja, verliest momentum. Vraag is of hij nu de eerste plaats kan vasthouden. En dan dit moment. Binnen het eigen team. En dan is het Van der Broek die naar binnen snijdt. Boven over de neus van Jonas de Krimpen. We waren aan het snijden voor de derde plaats opnieuw. We lagen eigenlijk in het begin van de race vijfde. Dus we waren nu naar vier gegaan. Nu was ik naar drie aan het gaan eigenlijk. Met de heer Voet, de collega van Voet, Van den Broek eigenlijk. Met de andere Seat Leon. En ik kwam eigenlijk aan zijn binnenkant voorbij. Maar hij had me niet zien komen denk ik. En hij deed de deur dicht. En hij los met mijn linker voorwiel in zijn rechterdeur. En de wielnaaf is eigenlijk afgebroken. Ja, beide rijden voor Spork Racing Team. Ja, dan Ronald van Loon. Eigenlijk een heel raar verhaal. Hij moest achteraan starten omdat hij gisteren niet over de finish gekomen was. Hij was de enige die regenbanden gestoken had. En dat heeft hij dus heel erg slim gedaan. En hij rijdt met die regenbanden. De anderen hebben grote problemen om de auto op de baan te houden. We zagen trouwens dat Leo van Eijk hier nog een kleine tik meekreeg van een van de Seat Leons. En dat was waarschijnlijk Remco de Beus. We zijn aan boord bij Nico Bijn. Raar moment, hij ligt aan de leiding, na de pitstops ook. Moet even de auto resetten, doet hij dan ook. Je ziet het display weer aangaan en hij kan zijn weg vervolgen. Dan dit, een hele rare race, want het is Michael Verhagen die aan kop gaat. Na de pitstops kon gebruik maken van het feit dat hij weinig resultaatseconden had. Priscilla Speelman dan op de tweede plaats. Dit is Rob Niemann, nog steeds niet hersteld van zijn spin begin van de race. Ja, en dan zet Leo van der Eijk de Silhouette aan de kant en hij is definitief klaar. Problemen ook voor collega's Peter en Nico van Vliet. Dan dit moment. We hebben Ronald van Loon die aan kop gaat, maar die gaat dan van het gas af om voorzichtig daar langs die situatie te rijden. En wat gebeurt er? Zowel Robin Monster als Peter Hoevenaars gaan er overheen en Robin Monster neemt de leiding. Wint dan ook de race. Peter Hoevenaars op de tweede plaats. Maar de wedstrijdleiding zou anders beslissen. Inhalen onder geel. En dat betekent dat de overwinning gaat naar de man die eindigde op de derde plaats. En dat was de Lotus 211 van Luc de Kok.
Priscilla Speelman wint dan de race. Die heeft op het laatste moment Michael Verhagen nog kunnen inhalen. Die is blij met zijn tweede plaats. En een derde plaats is er voor Erik van der Munkhof. Ja, dat betekent dat we toch een beetje een ander podium hebben dan verwacht. Luc de Kok natuurlijk, de blije overwinnaar. Zij het enigszins verbaasd. Jammer van het ongeval met die BMW, want ik hoop dat het niet erg is voor die piloot. Maar dat was wel mijn geluk. Dan heb ik onder de safety car ben ik binnengekomen, heb ik snel de regenbanden gestoken, heb kunnen aansluiten achteraan bij de safety car. Blijken problemen geweest te zijn met de eerste twee, dus plotseling sta ik op de P1 op het podium. Dat is fantastisch. En dat geeft de volgende uitslag nog een keertje. Ronald Verloon eindigt op de vierde plaats, Peter Hoevenaars vijfde en Jimmy Adriaanse en David Nye op de zesde plaats. Voor het kampioenschap betekent het het volgende. Robin en Ferry Monster nog steeds aan kop met 128 punten. Koen Bogaerts en Pieter van Zoelen zijn wat dichterbij gekomen. En Peter Stoks en André de Vries staan op de derde plaats. Ja, een bitterzoete overwinning in de Supercopa voor Ferry en Robin Monster. Hoe zag Robin eigenlijk dat incident? Ja, zijn remmen bleven hangen. Dus nummers 2 en 3, Peter Hoevenaars en ik, die waren eigenlijk gedwongen om er voorbij te gaan. En helaas, de wedstrijdleider blijft bij zijn beslissing. En moeten we tevreden zijn met een derde plaats algemeen en eerste in de zevende klasse. Wat geeft dan deze uitslag in de Supercopa-klasse? Jimmy Adriaanse en David Nye op de tweede plaats. En Chris Voet en Bart van den Broek op de derde plaats. Stand in de Supercopa-klasse. Robin en Ferry Monster natuurlijk nog steeds met een straatlengte voorsprong op Jimmy Adriaanse en David Nye. Op de derde plaats Chris Voet en Bart van den Broek. En een superrace natuurlijk voor Priscilla Speelman, maar wel eentje met een bijzonder tintje. Ik had nog nooit in de regen gereden, dus dat was een beetje van ja, hoe zal het uitpakken? Maar ja, het ging super. Ik kon, voor de pitstops lag ik eerste, alleen we hadden best wel veel strafseconden. Dus toen kwam ik na de pitstops als derde de baan weer op. En ja, teruggeknokt en in de laatste ronde heb ik plek 1 weer teruggepakt. Dus we zijn eerste geworden, dat is helemaal super. Ja, Priscilla Speelman dus in de uppie in de regen, maar wel gewonnen. Michael Verhagen ook verrassend op de tweede plaats. En Erik van den Munkhof derde. Een verrassend podium in de Sport 1. De stand in de Sport 1 is als volgt. Guillaume Schultz heeft nog steeds een kleine voorsprong op John van der Voort en Priscilla Speelman. Erik van den Munkhof een stevige derde plaats. En er is ons nog één deelnemer en dat is natuurlijk Nico Been. Zaterdag won hij al en ook nu kwam hij zegevierend over de streep. Ik wil toch nog even iemand even sterkte wensen, Eddy, want die heeft ook een behoorlijk ongeluk gehad van het weekend. Eddy, deze overwinning is voor jou. Top. Nico Been dus op de eerste plaats, Frank Bedorf en Machiel Kars op de tweede plaats en Rob Nieman met zijn spin op de derde plaats. Hoe ziet het kampioenschap er dan uit? Als volgt, Rob Nieman heeft nog steeds 9 punten voorsprong op de tweede plaats. Frank Bedorf en Machiel Kars. En Nico Been is derde in ten koste van Kim Troeje. En voordat we zometeen verder gaan met de GT-klasse, kijken we eerst even naar de kleingrond van de autocross. En we spreken met Edwin Hafkamp over de Europokaal. In het weekend van 27, 28, 29 juli organiseren wij in Loenen op de Veluwe het jaarlijkse internationaal autocross week voor de Europokaal. Dat houdt in dat we op vrijdag beginnen met een programma met Dakar demo en met Quartz demo. Zaterdag 28 beginnen we met de tijdtraining om rond 10 uur 's ochtends. En die worden afgesloten s'avonds met een nachtcross. Dat betekent een uur lang rijden. Beginnend om 8:30 tot 9:30. En dat is heel simpel. Degene die de meeste ronde heeft gereden, die is de winnaar. Zondagmorgen rond klok van 9:30, dan beginnen de Europacal-wedstrijden. Dat betekent dat er in 12 verschillende klasses wordt gestreden om de Europacal-punten. De zondag wordt afgesloten met een superfinale. Dat betekent dat alle nummers 1 en 2 van alle finales tegen elkaar strijden om het grote prijzengeld van het weekend. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, E-Tech, racehardware.com, VK Group en de Bosman Bedrijven. Welkom terug, u kijkt naar SBS Autosport. We gaan zo kijken naar de zondagsrace in de Super GT, de GT en de GTB-klassen.
Nieuw dit weekend zijn de LED-nummers op de zijkanten van een paar Super GT-auto's. Wat zijn dat? En dat vragen we aan de man die ze geïntroduceerd heeft, Hans Lesage. We zijn heel erg druk in de racerij en we krijgen steeds meer vragen voor leuke oplossingen. Vandaag brengen we een helemaal nieuw product en wij noemen dat een Race Position Display. Het is eigenlijk een tweecijferig LED-display die je als een sticker aan de zijkant op je auto plakt. Daar zit een klein ontvangertje aan vast en vanaf de pitmuur stuurt de tijdwaarneming een signaaltje en laat aan de zijkant op de auto zien op welke plaats die auto in een race zijn en in welke klasse dat die rijdt. Dus je ziet P1 of P2 en als je wat slechter bent zie je P9 of P12. En als je de groene klasse rijdt, dan zijn de letters groen. Rij je in een rode klasse, zijn de lettertjes rood. Dus de toeschouwers kunnen heel snel herkennen op welke plaats rijden die auto's nou, terwijl je ze voorbij ziet komen. Ja, en zo krijgt elke klasse dus een andere kleur. Het is eigenlijk echt allemaal heel erg nieuw. En we zijn 2 weken terug met Dick om de tafel gegaan. Hij zegt van, die oplossing, zo wil ik het hebben. En ik wil er op zolder mee beginnen met een paar auto's om te testen. Hebben wij gezegd van, oké, maar waarom zou het voor hem dan interessant zijn om het te gaan doen? Nou, allereerst rijdt hij natuurlijk met hele snelle auto's en in een klasse. Maar ook andere klasses door elkaar heen. En zeker rond het moment van een pitstop verliezen mensen echt track van wie rijdt nou waar. Dus verschillende klasses, pitstops tijdens een race, rijderswisselingen. Dat zijn momenten waar de toeschouwers eigenlijk het voor zoek raken op welke plaats een auto rijdt. En met ons FPD-systeem is het gewoon meteen te zien. Ja, maar de display zit er nog niet op alle auto's. We hebben vandaag 5 auto's als test. We zitten op een Ferrari, we zitten op een Corvette, we zitten op een Praga. Puur om te kijken of de displays goed zichtbaar zijn voor de toeschouwers. Het plan is om bij de volgende Supercar Challenge om alle auto's daarvan te voorzien. En wat ik zei, we hebben 2 weken terug pas de vraag gekregen. Het was te snel om voor 80 auto's displays te verzorgen op zo'n kort tijdsbestek. Maar de volgende race is de bedoeling dat alle auto's het display te zien is. We zijn benieuwd. We gaan zometeen racen, maar voordat we dat doen gaan we even naar de grid en praten met Cor Euser over zijn kansen. We gaan nu op slecks. Als het weer omslaat naar nat, dan moeten we op regenbanden of intermediates. Maar we starten met de droogweerbanden. Als het droog blijft en er geen gekke dingen gebeuren, dan moeten we deze top 3 wel vast kunnen houden, denk ik. En we zijn aan boord van de E-Tech Viper. Start vanaf de 4e plaats naast ons de Ferrari 458 van Jan Versluis. Het licht is nog op rood. We wachten op de start. Dat is Cor Euser vanaf pole position. Gaat op het gas en ook gelijk op het gas. Robert de Graaf die ziet een gaatje aan de buitenkant. Jan Versluis denkt een gaatje aan de binnenkant te vinden. Maar dat wordt afgesloten door Cor Euser. En dus hebben we Robert de Graaf op 1, Cor Euser op 2 en Jan Versluis op 3. Dan zijn we bij de GTB's. Dan zien we Pim Variet en Henk Thuis die om de oren gereden worden. Onder andere door Werner van Herk en Kees Krijnen. Kop van het veld dan. Jan Versluis probeert door te komen. Zit dan achter Ricker Brash. We zien dat Jackie van der Ende pole position in de GTB die heeft kunnen vasthouden. Kijken we naar Jackie van de Ende met Charlie Friends op de 2e plaats. Dat is goed gegaan. Dan zien we Ron Marshall. Die is daar nog goed gestart. Maar die zal in de problemen komen in deze eerste ronde. Barry Maassen neemt dan de leiding in de GT-klasse. De Super GT Robert de Graaf. Die heeft het heel goed gedaan. Op de 2e plaats is Cor Euser. Dan Ricker Brash. En op een 4e plaats Jan Versluis. We zien de aanval van Bert Longin. Bert Longin die gaat voorbij de Corvette en problemen voor Carlo Kuijer. Die staat daar stil. De eerste ronde komt. Ik probeer aan te haken. Nou, mijn bochtensnelheid is wat hoger. Dus dan kun je net voorbij iemand of naast iemand komen. En mee merk ik aan de auto dat hij wil inhouden. We komen het rechte stuk op. En dan is het gewoon een hele grove grom wat de auto doet. Dat is een paar seconden. En dan een seconde later is je hele auto vol met rook en ploft die. Ja, een klassieke blow-up dus. Zorgt voor de eerste gele vlag situatie. Pacecar op de baan met Robert de Graaf daarachter. Boel moet opgeruimd worden. Dan zijn we weer van start met Robert de Graaf die natuurlijk als eerste op het gas is. Einde rechte stuk, Cor Euser erbij. En we zien dat
Diederik Seithoff in ieder geval die plaats weer goed gemaakt heeft. Want Bert Longin zit er weer achter. Met z'n vieren hebben ze zich losgemaakt. Robert de Graaf, Cor Euser, Ricker Bresch en Jan Versluis. Dan Diederik Seithoff die een heel klein beetje moet lossen. Aan boord weer bij Henk Thuis en Pim van Riet. Errol Ertan in de Porsche daarvoor. En we zijn weer bij de kop van het veld. Aanval van Cor Euser. Probeert intimiderend. Eerst aan de binnenkant, dan aan de buitenkant en er voorbij. En Ricker Bresch die probeert er gebruik van te maken. Sluit aan, maar Robert de Graaf gooit het gat dicht en behoudt de tweede plaats. Ricker Bresch probeert het opnieuw. Zet hem er weer naast en nu lijkt het wel te lukken. Terwijl dat gevecht gaande is, gaat Jan Versluis er prachtig voorbij. Ja, een typisch geval van als er twee vechten om een... Wow, dat is Diederik Seithoff die een tikkie uitdeelt bij Ricker Bresch. Die zal daar niet blij mee zijn. En Ricker Bresch in ieder geval ver teruggevallen. We kijken naar Diederik Seithoff die de tweede plaats nu bevecht en op een grove manier bevecht met Robert de Graaf. En opnieuw is het een Ferrari die ervan profiteert. Want we zagen Longin er voorbij steken. Cor Euser is dan goed op weg. Bert Longin nu op de tweede plaats met op een derde plaats. Voorlopig, oh, dan raken ze elkaar nog een keer, Diederik Seithoff. We rijden met heel snelle auto's. Het zijn mooie auto's, het is een groot spektakel, maar je moet toch proberen van elkaar bumper af te blijven. Als je met zo'n GT1 bent, ja, dan moet je me maar voorbij rijden. Hè. In een bocht of in een remzone maakt me niet uit. Maar altijd maar tikken in die snelle bochten, in trage bochten. Ik heb geen bang van een tik. Het gaat over dat je de muur ingaat of dat een collega van u de muur ingaat. Ja, een bezorgde Bert Longin dus. En een heel klein beetje ongelijk kan ik hem niet geven. Kijken naar Henk Thuis en Pim van Riet die daar de fout in gaan. Daan Meijer die er voorbij gaat. Ondertussen Diederik Seithoff die doorgaat. En problemen voor de Mosler van Milko Tas en Roger Grauwels. Die zich daar verremden. Diederik Seithoff. Ligt dan op dat moment op een derde plaats. Steven Bellingen en Bert Redant. En Henk Thuis en Pim van Riet die proberen goed te maken. Inmiddels Daan Meijer weer voorbij te zijn. Daar is Cor Euser. En dan zie je dat hij toch al een hele aardige voorsprong heeft opgebouwd. Gevecht om de derde plaats gaat natuurlijk gewoon door. ATEC Viper en Bert Longin. Robert de Graaf die er voorbij steekt. Gebruik maakt van de achterblijvers. Maar toch een beetje tempo kwijt is. En dan staat Jan van der Kooi diep ingegraven in de grindbak. En dan zien we Cor Euser. En staat in de bandenstapel. De auto staat in de brand. De marshals erbij. De fire marshal erbij. Ondertussen pitstraat open. Iedereen naar binnen. Chaos overal. Wat is er gebeurd met Cor? Cor Euser is er hard afgegaan. Hij komt er daar wel uit op eigen kracht. Het moet ook wel, want het is heel moeilijk bij hem te komen. De lage LM600 staat helemaal ingegraven in de bandenstapel. Ja, dan een foutje hier. De safety car pakt de verkeerde auto op. Die pakt de nummer 2 op in de klasse. En dat betekent dat de auto's erachter allemaal in het voordeel zitten. De auto wordt dan van Cor Euser eruit gesleept. De LM600 is zwaar beschadigd. Cor Euser is inmiddels afgevoerd naar het medisch centrum en vandaar naar het ziekenhuis. Rugletsel heeft men vastgesteld en nog een paar andere kwetsuren. En voorlopig zal Cor Euser niet achter het stuur van een racewagen plaats kunnen nemen. Hij heeft ook inmiddels wel laten weten dat het weer redelijk goed met hem gaat. Dat we hem binnenkort ook wel weer op het circuit zullen zien, maar niet in de auto. Ja, Barry Maassen nog steeds aan kop in de GT-klasse met de Viper. Dan op een tweede plaats Simon Atkinson, op een derde plaats Bert de Heus. Hier zien we Bert de Heus, die is dan Atkinson voorbij. Terwijl ook Jan Versluis zich een weg baant door het verkeer heen. En dat valt allemaal niet mee. Problemen dan voor Arnie van der Hoek, die moet uitstappen. De Corvette staat werkeloos aan de kant.
En dan zien we Philip Ribbens, die probeert om wat van de achterstand die ze opgelopen hebben goed te maken. Kees Krijnen in de Aston Martin ligt op dat moment op de tweede plaats in de GTB-klasse. Terwijl Jan Versluis nog steeds als een warm mes door de boter tussen alle auto's doorglijdt. Dan hebben we Daan Meijer, die ligt op dat moment op een derde plaats. Dit is dan weer Barry Maassen, de leider dus in de GT-klasse. En dan kijken we naar de witte Viper. Daan Meijer maakt dan een enorme fout. Gaat eraf bij de chicane. Errol Ayrton kan er gebruik van maken. En die pakt daar de tweede plaats. Dan is er een probleem voor de Cambit Mosler. Ook die valt stil. En een groter probleem voor Diederik Seithoff en Alex van het Hof. Die krijgen een drive-through penalty vanwege ruw rijgedrag. En een probleem in de één na laatste ronde voor Jackie van der Ende. In leidende positie valt hij uit. Maar dat deert allemaal Jan Versluis niet. Hij pakt hier na een derde plaats op zaterdag een eerste plaats op zondag. Kees Krijnen, door het wegvallen van Jackie van der Ende, gaat hij als winnaar over de streep in de GTB-klasse met op de tweede plaats Charlie Frijns en op een derde plaats Errol Ayrton. En dan zien we ook nog eventjes de winnaar van de GT-klasse door het beeld gaan. En dat was niemand minder dan Barry Maassen. Ja, blijdschap op het podium, Jan Versluis. Dit had ik niet verwacht. Nee, het eerste weekend de 458 en gisteren 3 en vandaag nummer 1. Ja, blij, heel blij. Ja, Jan Versluis wint dus voor Bert Longin en Frans Lamotte. Alex van het Hof en Diederik Seithoff teruggezet naar een derde plaats door de drive-through penalty. Voor het kampioenschap betekent dat Diederik Seithoff wat van zijn voorsprong heeft ingeleverd ten opzichte van Alex van het Hof en Ricard Bresch, Robert de Graaf en Philip Ribbens op een vierde plaats. En dan de uitslag van de GT-klasse. Een gelukkige Barry Maassen. Bert, die zat op plaats 1, die maakte erachter een foutje, die verschakelde zijn eigen. Jammer voor hem, want hij had gisteren echt pech in de grindbak. Ik vond het echt jammer voor hem dat hij daar spinde. Maar hij is gelukkig nog op het podium gekomen, dus dat was goed. Ja, en ik dus naar plaats 1 en dat, ja, perfect. Ja, mooie races voor Barry Maassen, die een beetje profijt had van de problemen van Bert de Heus. Bert de Heus dus derde, Simon Atkinson met een Lamborghini op de tweede plaats. Stand in het kampioenschap. Barry Maassen nog steeds aan kop, maar heeft wat van zijn voorsprong moeten inleveren. Henk Thuis en Pim Verriet op de tweede plaats en Steven Bellingham en Bert Redant op een derde plaats met de BMW M3 Silhouette. Blijdschap op het GTB-podium, zeker voor Errol Ayrton. Het was niet makkelijk. Ik kwam alleen in de tweede ronde in de Bianchi-bocht vol in het grind. Verloor ik mijn voorsplitter. Ja, en dat was eigenlijk heel moeilijk, want ik had heel weinig druk op mijn voorband, dus heel weinig grip. Ik had meestal met de exit een probleem. Toch proberen te pushen en het resultaat was oké, maar het was een moeilijke race, absoluut. Kees Krijnen krijgt de overwinning, dus een beetje cadeau van Jackie van der Ende die stilvalt met een kapotte koppeling in de één na laatste ronde. Charlie Frijns wordt tweede en Errol Ayrton derde. Stand in het kampioenschap, René Wijnen en Charlie Frijns nog steeds aan kop, maar slechts 2 punten voorsprong op Kees Krijnen. Errol Ayrton op een derde plaats en ook die zit er niet ver achter.